Ja, de persconferentie. Nou, het was echt meer een uitpersconferentie. Ik ben namelijk heel moe, maar vooral helemaal murf. Je kunt ook horen aan mijn stem. Ik heb echt bijna geen stem meer. Ik heb twee ongelofelijke kutdagen gehad. Ik heb heel veel gehuild, heel veel geschreeuwd. Want ik vind het echt allemaal even heel kut. En ook met alles wat ik op me af heb gekregen, met al die haters. Het is zo ongelooflijk laag, lelijk en smerig wat mensen doen. En dat denk ik echt. Dat is in geen verhouding. Dat is ook zo disproportioneel met mijn acties. Dus ik snap er niks van. De wereld is gewoon stuk. Maar ik heb hier wel een persconferentie dan. Ik ga er doorheen. Ik heb alleen de persconferentie gedaan. Nog niet eens de vragen. Misschien dat ik daar morgen nog een videootje over maak. Als daar weer allerlei rare dingen in worden gezegd. Maar ik denk dat het vooral een herhaling van zetten is. Maar het verhaal van Mark en Hugo. Hou je vast. Ik hoop dat ik er doorheen kom met mijn stem. Ik heb een theetje klaarstaan hier met honing. Maar ik ben gewoon een beetje plat geslagen. En ik heb het ook een beetje koud hier. Maar ik ga het toch doen. Anders krijg ik namelijk alle vragen. Blijf de persconferentie. Dus, jongens, hier. Hangen en wurgen. Komt ie. En het grappige is dat door dit alweer te schrijven allemaal, ben ik alweer een beetje ook van de shit kwijt. Dus het is mijn eigen therapie. Eens even kijken, wat zei je? Mark die begon. We zitten in een spannende fase van de coronacrisis, zei hij. En daar wilde hij ons vanavond graag over bijpraten. Nou, Jotem. Hij ging straks het woord aan Hugo geven over de weg terug. Nou, ik vrees dat die er niet is. En zegt de weg terug naar een zo normaal mogelijk leven. Normaal mogelijk leven, zo normaal mogelijk. Gewoon een normaal leven graag, ja. Gewoon het leven zoals we het al kenden. En beter. Leuk leven heb ik hier staan. Zegt hij, we willen zo duidelijk mogelijk zijn en zo eerlijk mogelijk. Mag ik even lachen? Dat zou voor het eerst zijn. Nou, ik hoop het. Ik geef hem voordeel van de twijfel, Mark. Eerlijkheid. Hij zegt, we snakken allemaal naar duidelijkheid en naar een duidelijk plan. De plannemie. Zie, hij zegt het gewoon zelf, hè. Dan kan dit weer, dan kan dat weer, zei hij. Toen dacht ik, nou, dan gaan we al. Onduidelijkheid, die creëren ze dus zelf. Dan zegt hij, duidelijkheid is niet met 100% zekerheid te geven. Nou, zie, hij spreekt zichzelf na één zin alweer tegen. Maakt niet uit, Mark, we kennen het van je. Hij zegt, wat we wel kunnen doen is laten zien welke richting het opgaat. Nou, de verkeerde. Altijd dezelfde. Negatief, dus de verkeerde. En als we de regels blijven volgen, als we meer testen, tuurlijk. En als er meer mensen zijn gevaccineerd, tuurlijk. Dat is het hele plan, hè? Precies. En ze hadden een aangepaste routekaart. Nou, jippie. Ja, zegt hij, maar ik begin in het hier en nu. Nou, dat vind ik fantastisch, Mark. The power of the now. Bring it on. Hij zegt. Wat staat hier nou weer? Ik kan weer mijn eigen handschrift niet lezen. Geen stem meer, geen zicht meer, geen handschrift meer. Even kijken, hij heeft iets over het grote dilemma. Oh ja, waar we al weken mee worstelen. Ja, dat zien wij iedere keer. Ja, jullie worstelen heel hard mee. Wat zegt hij waar ze al weken mee worstelen? Namelijk dat de besmettingscijfers al weken dalen. Ja, daar worstelen zij mee. Dat was namelijk niet de bedoeling. En ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten verzinnen om te zorgen dat er weer hogere cijfers komen en ze nog meer maatregelen kunnen toepassen. Sorry hoor. En dat ook het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen weliswaar langzaam, maar ook iets daalt. Ja, kut hè? Nee joh, stop. Maar, zei hij toen, nou daar komt hij hoor, dat alle doorrekeningen. Dacht ik, doorrekening, nooit van gehoord, ik heb wel en overrekening. Maar alle doorrekeningen wijzen op een, hou je vast, ja hoor, daar is die, een derde golf. Oeh, wat een verrassing. Die onvermijdelijk, ja want die is gewoon gepland, op ons af lijkt te komen. Nee, dat lijkt niet, dat is zo. En toen heb ik je ook gezegd, nee, dat is gepland. Wel eerlijk zijn, Mark, je zei net dat je eerlijk ging zijn. Dus even kijken. Met als belangrijkste oorzaak, jawel, 3 keer raden, de Britse variant van het coronavirus.
En toen dacht ik, hoeveel landen zijn er eigenlijk? Want dan weten we alvast hoeveel golven we kunnen verwachten. Ik denk dat de kust bij Hawaii er niks bij is. Och, jongens toch. Dit kunnen we toch niet. Dit kunnen we toch niet serieus nemen, dit. Nou, wat zei hij? Ik ga u niet overvoeren met cijfers. Nee, inderdaad. Toen dacht ik, oh nee, echt niet. Wat jammer. Wedden dat hij dat straks nog gaat doen. Ik weet zeker dat het later over de cijfers gaat. Maar, zegt hij, ik ontkom er niet aan om er 3 te noemen. 3 was echt de magic number vandaag. 1. Dat is 1. Op dit moment, 2/3 van de besmettingen is van de Britse soort. En toen dacht ik, dat is het vaccin, joh. Dat is de vaccinatie. Maar het maakt niet uit. 2. De laatste onderzoeken over de Britse variant laten zien dat het 1,5 keer besmettelijker is dan de oude variant. En dacht ik, oh, die oude die is alweer afgeschreven. Die is uitgewerkt. En 3. Het laatst berekende R-getal. Ja hoor, daar is die weer. Van de oude variant, die uitgewerkte, staat op 0,85. Hé, hey, is dat niet wat ze wilden bereiken? Oh nee, maar dat is nu de oude variant. Die telt niet meer. Nee, want de nieuwe, de Britse variant, heeft een R-getal van 1,3. 3 is de magic number. En toen dacht ik, ja, dat was een paar persconferenties geleden. Doe hè, die 0,85 of lager. Maar ja, dat telt nu niet meer. En die 1,3, dat was eerst ook het getal hè, bij die oude. Het is gewoon heel hetzelfde vreempje. Jongens, het wordt een beetje doorzichtig. Nee, zei hij, en dat betekent dat het aantal besmettingen per week verdubbelt. En toen dacht ik, ja, het zijn net inentingen. Hè? Rekenmeester Hugo, hij kan toveren, joh. Wat we dus zien is dat de Britse variant het dus ravenstel overneemt, zegt hij. Jeetje jongens, die stem zegt heel erg. Ja, ik dacht, inderdaad, er zijn zoveel varianten. Ja, dan wordt het vanzelf 20-30. Dan kan je de tijd wel mee volmaken. Maar dat de cijfers zich op dit moment best goed ontwikkelen. Want zonder de Britse variant zouden versoepelingen mogelijk zijn. Oh, laat me niet lachen. Precies. Maar dat gaan jullie niet doen. Want jullie verzinnen gewoon een nieuwe variant. Dus, maar het is prima hoor. We hebben het wel door. Maar, zegt hij. Komt weer een maar. Even slokje drinken hoor. Om die snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen. Nee, die hebben we niet bedacht. Die hebben we ingevoerd, daar kunnen we niet meer omheen. En toen dacht ik, die Britse variant was toch die nog minder gevaarlijke versie, toch? Nee, maar nu moeten we helemaal paniek slaan, want hij is nog minder gevaarlijk. Ja, zegt Mark, we weten dat we straks de rekening gepresenteerd krijgen. Ja, die gaan jullie zeker wel krijgen. De rekening van deze economische kaalslag namelijk. Of die stiekem toch mega schuld. Omdat dat appeltje voor de doorstraks gewoon eigenlijk een druif bleek te zijn. En jullie iets te veel ervan hebben genomen. En iedereen dus eigenlijk gewoon een lening aan zijn broek heeft. In plaats van een zogenaamd steunpakket. Oh, het is wel heel erg. Zou het helpen als ik ga fluisteren? Oh, misschien. Nee, het werkt niet. Ja, heel klein beetje. Ik ga proberen. Ja, want ze kregen dan de rekening gepresenteerd. Voor te veel optimisme. Nou, dat heb ik echt de afgelopen 10 maanden nog niet gezien, optimisme bij jullie. Nee, dat is waarom ik deze persconferenties maak. Om nog een klein beetje optimisme bij de mensen te brengen. Nee, zei hij, het was wikken en wegen. En al met al discussies tot de volgende conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is de huidige lockdown bijna helemaal te verlengen tot tenminste 2 maart. Tot 2 maart dus. Oh god. En op 23 februari vegen we dat opnieuw. Komen er nog 6 weken bij. Ik zei, nou echt goed spel dit man. Een soort mens erger je nooit meer normaal. En dan in de hoofdrol rups je nooit genoeg. Oh, het is toch erg jongens. Ja, zegt hij, maar wij gaan wel een paar dingen veranderen voor het primair onderwijs en de kinderopvang en de winkels. Jeetje.
iemand een goede tip heeft, behalve niet praten, dan hoor ik het graag. Oh, ik heb zo gehuild, jongens. Hij ging ook stil. We hebben ook stilgestaan bij de avondklok. En toen dacht ik, ja, wij ook. Elke avond om 9 uur staat de hele wereld namelijk stil en is het doodstil. En per 8 februari kwam er een openstelling van het onderwijs en de kinderopvang. Want, zei hij, op school leren kinderen nu eenmaal het beste. Nou, Mark, agree to disagree. Ik denk dat ze thuis namelijk veel meer leren dan op die voorgeprogrammeerde... you know what, scholen. Maar het maakt niet uit. School is wel gezelliger. Daar ben ik het mee eens. En ze moesten alle belangen meewegen. Maar het OMT had dan wel uitgevonden of zoiets. Uitgevogeld dat de kinderen individueel minder het virus overdragen. Maar om het ook veilig voor de leraren et cetera te maken, kwamen er strikte voorwaarden aan de openstelling. Hou je vast, de strikte voorwaarden. Komen ze. Bij één positieve test van één kind moet de hele groep en de leraar 5 dagen in quarantaine en op dag 5 getest worden. Oh my god, mensen. Dat betekent dus dat ze gewoon ieder kind willen gaan testen. Wake up. Ze willen alle kinderen testen. Punt 1. Ga je kinderen die hele klote test niet aandoen. En punt 2. Dan gaan de cijfers natuurlijk weer zo. 3 keer raden wat er dan komt. Precies. Dus wake up, open your eyes. Ja, zegt hij, dat is ingrijpend, maar zo'n slot op de deur is echt nodig. Ja, nou doe dan lekker een slot op de deur van de school en dan blijft verder iedereen veilig. Hè? Maar echt veilig. even kijken. Nee, meer testen en sneltesten. En aangescherpt bron- en contactonderzoek. Oeh, mensen, trap hier niet in. Trap er niet in. Natuurlijk roept dit besluit meteen de vragen op, zegt Mark. Nee hoor, op mij maakt geen vraag op. Wat gebeurt er met de buitenschoolse opvang? En hoe zit het met het voortgezet onderwijs? Dat zijn 2 vragen, Mark. Daarover kon ik kort zijn. De BSO. Oh ja, bij de BSO komen kinderen van verschillende scholen. Nee, dat was echt risicovol. Dus dat was alleen open voor noodopvang. Maar het blijven toch kinderen, die waren toch helemaal niet besmettelijk? Dan maakt het toch helemaal niet uit voor welke school ze komen. Wat is dit voor onzin? Dat is allemaal kul. En zei die, als het kan, hoe als het kan, ook de middelbare scholen zo snel mogelijk weer open. Maar dat zal niet voor 1 maart zijn. Nou, pubers, jullie mogen nog even lekker doorhangen en vervelen. Oh, ik heb medelijden met jullie. dus zei die, na de voorjaarsvakantie en altijd op 1,5 meter afstand. Joehoe, die jeugd die hangt nu toch ook allemaal bij elkaar. Die hebben allemaal pyjama parties. Echt, wat een onzin. Nee, ze liep al een onderzoek op bepaalde scholen of zo. Hoe ze een combi met sneltest en onderwijs konden doen. Ja, en het... sorry hoor, maar ik doe het toch. En het makkelijker zou kunnen maken om de scholen weer te openen. En ik kwam dan ook op 23 februari in besluit. Ja joh, dat gaat helemaal niks worden. En toen ging hij nog iets zeggen over de detailhandel. Want alle winkels waren natuurlijk gesloten. En dat is ongelooflijk hard gelach. Dacht, ja, hebben jullie er heel hard om gelachen? Ja, daar in de kamer. Vast wel. Want het is hard gelachen. Het is om te janken, is het vooral. En toen zeiden nee, want het is echt een hard gelach voor alle winkeliers. Klein en groot. En toen dacht ik, ja, behalve voor die echte reuzen. Die... Unilever vrienden van je. Nee, wat zei hij over de winkels? Een van de opties was click and collect. Klik. Hallo, ik wil even klikken. Namelijk dat de winkel open is. Van mensen die niet bang zijn voor virus. Kom op, hè. Nee, de OMT had zich dan bepaald of gevraagd hoe groot de risico's zijn. Maar dat die zo klein zijn dat als de voorwaarden zo strikt... zijn dat het niet te druk wordt in de winkelstraat. En dat betekent dat de winkels gesloten blijven. Ja, dat vond ik een beetje verwarrende informatie. Maar winkels, forget it. Maar click and collect. Maar deze aanpassing is doen vanaf 10 februari. Voor je hardloopschoenen en je broek en de boeken. Nou, tof. Maar je moest bestellen vanuit huis. Ja, stel je voor dat je vanaf de straat bestelt. Levensgevaarlijk. En het afhaalpunt moest buiten zijn. En je krijgt een tijdslot. Echt
afgeklokt tijdslot. Wat zijn dit allemaal voor? Deur op slot, dubbelslot. Wat is dit allemaal? Alles op slot. En je mag alleen in je eentje. Hoezo? En toen dacht ik, oh ja, lekker in de kou. Lekker in je eentje sjouwen. Wat een onzin. Echt. En helemaal als je weet waar ze straks mee afsluiten. Van, oh, help elkaar, steun elkaar. Nee, alles in je eentje. Mensen, dit gaat nergens over. Oh ja, en er moest minimaal 4 uur tussen bestellen en afhalen zijn. En toen dacht ik, waarom? Dat is bij thuisbezorgd er ook niet. Dat was bij de horeca er ook niet. Nee, zeg maar, om funshoppen tegen te gaan. Ja, funshoppen, dat is die helemaal anti. En dan hou ik niet van funshoppen, maar ik weet niet wat het is. Ik denk dat hij nooit gefunshopt heeft. Mark, funshoppen is echt heel goed voor mensen. Met name voor vrouwen. Dat vinden wij heel fijn. Daar worden we heel blij van. En dan kunnen we lekker ons dingetje doen. Nee, mag niet. Nee, zelfs niet digitaal. Nee, er wordt niet gefunshopt. Pas op. En je moest natuurlijk de basisregels in acht houden. En 1,5 meter afstand. Oh ja, voor al die mensen die er niet zijn in die winkelstraat. Oh god. Het is zo idioot. Zo idioot. Nee, en harde voorwaarden. En als je er niet aan houdt of wie toch klanten in de winkel laat, wordt de winkel gewoon gesloten. Oeh, pas op. En ten derde ging die het nog even hebben over de avondklok. En toen dacht ik, oh ja, alles vandaag is in drievoud. Ja, alle rampspoed komt altijd in drievoud. Ja, zegt hij, de avondklok. Ik neem even nog een slokje thee hoor. De avondklok die is nu zo'n 1,5 week oud. En toen dacht ik, oh. Ik dacht dat hij 80 jaar oud was eigenlijk. Maar dat zal aan mij liggen. En die gingen ze nu een extra tik en een extra duw naar beneden. Om een extra tik en extra duw naar beneden te geven. Nou, ik snapte het niet. En hij zegt woensdag om 10 februari om 4:30 loopt de avondklok af. Maar toen we het besluit over de avondklok namen, wisten we al. Oh, ze wisten het al. Dat we toen niet konden zeggen in welke mate de avondklok effect heeft op het virus. Oh, hij geeft dus nu alsnog even toe dat ze dus allang wisten dat ze niet wisten wat het effect was. En dat ze altijd achteraf gingen kijken naar het effect. Nee, dat weet je namelijk niet. Maar het heeft gewoon geen effect. En dat weten we eigenlijk al wel. Dus. En wat zei die dan? Oh ja. Dus dat ze dat eigenlijk allemaal niet weten en allemaal niet kunnen zien. Maar wat ze wel zien, nou hou je vast, hier komt echt het inzicht van de eeuw. Wat ze wel zien, is dat het na 9 uur 's avonds stil is op straat. Wow, mind blown. Ja, En wat zei die toen? Nou, en dat is dus ook weer het zoveelste bewijs dat het overgrote deel van de mensen zich houdt aan de regels, omdat we realiseren dat ze nodig zijn. Oh my god. Nee, Mark, dat is omdat ze geënopeerd worden door jullie en gehypnotiseerd zijn en bang zijn en geïndoctrineerd en geïntimideerd worden met boetes, Mark. Daarom is het stil op straat. Niet omdat we allemaal denken, oh ja, nee, zo gevaarlijk virus, we moeten s'avonds echt binnen blijven. Nee, natuurlijk niet. Wat een onzin. Maar, zei hij toen weer, vanwege de grote zorg voor de Britse variant vragen we nu het OMT te adviseren over het hele pakket aan maatregelen. En dat advies verwachten we eind deze week. En dan gaan we opnieuw de balans opmaken. Oh jongens, eind van de week. En het wordt nog erger. En dat brengt hem weer terug, zei hij, dat brengt mij weer terug naar waar ik mijn verhaal begonnen ben. Bij de onzekerheid, ja die van hemzelf, en de dilemma's, ja die jullie creëren. Maar om beslissingen te nemen en vooruit te kijken, gaf hij het woord aan Hugo. Ik weet niet of dat een goed idee is voor beslissingen en vooruitkijken aan Hugo. Maar Hugo, hey, ik kwam in liefde, dus kom met je verhaal. Nou, wat zei Hugo? Ik neem even een slokje thee. Ik moet het even verteren. Komt die. Hugo aan het woord. Wat zei Hugo? Veel onzekerheid dus. En toen dacht ik, ja, bij hemzelf zo te zien. Wipneus, hij stond zo heel tegen weer te wippen. Maar niet op een paddenstoel. Juist omdat het virus grillig is. En toen dacht ik, ha, moet ik aan een grill denken. En aan Peter. Petertje Pannenkoek. Petertje Pannenkoek, niet chic wat jij hebt gedaan, echt niet chic. Nee, ik dacht dat jij een goede grap wel kon waarderen, maar misschien herken je hem niet. Ik heb nu al zin in die roast trouwens. Dat lijkt me leuk hè, Peter Pannenkoek, die Hugo en Mark gaat roosten. Als die durft. Nou, misschien vindt ook Petertje. Zie, ik kan zijn naam niet eens onthouden. Ze ballen een keer terug. En dan gaan we samen grappen maken hoor. Vind ik hartstikke leuk, als je dat kan tenminste.
Even kijken. Nee, we hebben houvast nodig, zei Hugo. Nou, ik denk dat hij vooral zelf houvast nodig heeft. Want we zitten nu al lange tijd met gesloten winkels, horeca, kinderen die thuis zijn. En we zien maar mondjesmaat, familie en vrienden. Ja, dat gelooft hij echt, hè? Dat iedereen dat allemaal maar mondjesmaat doet. Nou, ik was zondag in Amsterdam en heb ik een heleboel vrienden gezien. Ook een heleboel niet-vrienden trouwens. Je weet wel, die gekleurde pakjes. En ze worden steeds enger daar. Jeetje, nu de marechaussee-hooligans erbij, zeg maar. Allemaal voor niks, hè. Gebeurde namelijk weer helemaal niks. Was hartstikke vreedzaam. Eens even kijken. En we snakken allemaal naar perspectief. En dacht ik, ja Hugo, ik denk dat jij het hart snakt van allemaal. Want het gaat niet zo goed met je. Ja, ik heb je geprobeerd te helpen, Hugo. Door even lekker alle frustratie eruit te schreeuwen. En dan kan je misschien weer helder denken. Maar ja, volgende keer, want je was niet boos op me, zag ik. En ja, je zei tot ziens. Dus, nou, Hugo, vandaag was ik even niet. Want ik voel me echt niet goed. Ik heb echt twee shit dagen gehad. En, maar ja, als jullie vrijdag weer gaan preachen, ben ik erbij. Eens even kijken. En dat perspectief volgens Hugo, de weg uit de crisis, die kent drie sporen. Magische drie-eenheid. Nou, wie ze raden, zal ik ze even oplezen. Maatregelen, testen en vaccineren. Tada! Tovert hij zo uit zijn penmuts. Uit zijn aluhoedje. Eens even kijken. De maatregelen op de routekaart. Er kwam een update. Maatregelen die moeten namelijk steeds stevig genoeg zijn om het virus eronder te krijgen. Hugo, je kunt de virus er niet onder krijgen. Misschien moet je even luisteren naar meester Midas. Die kan het echt heel goed uitleggen. Dat dat namelijk helemaal niet kan. Dus, sowieso een hele leuke video om te kijken. En om te zorgen dat de routekaart niet alleen de weg wijst naar steeds zwaardere maatregelen. Wat hij dus wel doet. Maar ook dat die routekaart laat zien hoe je bij welke cijfers een stap terug kunt zetten. En toen dacht ik, ja, en dan doen jullie steeds een nieuwe update van die routekaart. En dan passen jullie die cijfers aan. Ja, want die cijfers waarop we terug kunnen, dat zijn een soort magic numbers. Ja, die veranderen elke dag. Het is net het humeur van de vrouw. Verandert met de seconde. Even kijken. En bij het bepalen van de maatregelen telt niet alleen hoe die eraan bijdragen hoe het virus onder controle te krijgen. Maar we wegen zoveel mogelijk mee hoe dat de samenleving en de economie raakt. Ja, hij zegt het letterlijk. Dacht ik, ja, zo hard mogelijk. Dat is jullie enige doel. Zo hard mogelijk raken. Ja, zegt hij. En als we meer maatregelen moeten nemen om het virus onder controle te krijgen, dan doen we dat met grote stappen. Oh, hoor je het? Hij zegt het zelf. Dan doen we dat met grote stappen. Om het virus voor te blijven. Yeah, right. Nee, maar de weg terug, zegt hij, gaat behoedzaam. In kleine stapjes. Nee, die weg terug, die gaat vooral niet. Gewoon niet. We hebben nog niks van de weg terug gezien. En zegt hij, daarbij willen we, voor zover dat kan, de pijn van de maatregelen zoveel mogelijk verdelen. Ja, iedereen zoveel mogelijk pijn. Dat is duidelijk. En toen zei ik ook weer, behalve de vrienden van de pharma bijvoorbeeld. En toen dacht ik, of werken ze bij AstraZeneca ook allemaal thuis? Ik denk het niet. Nee, zegt hij, deze routekaart biedt richting. Ja, één richting verkeer routekaart is het. En hou vast, zei hij. En dit is ook niet de laatste update van de routekaart. Hé, hey, dat zegt ik. Ze gaan hem steeds aanpassen. Tot in het oneindige. Nee, zegt hij, omdat we openstaan voor goede ideeën. nee, eenzijdige ideeën bedoel je. En omdat we nu nog door maatregelen beschermd zijn, zegt hij. Maar straks meer en meer door vaccinatie. Tuurlijk, nee. Luister nou even naar Midas, jongen. Je wordt niet beschermd door een vaccinatie. Dat is echt een illusie. Dat vraagt toch maar aan Hans Klok. Dit is echt een illusie. Ik denk dat hij ook kan toveren met vaccinaties. En toen dacht ik, nee. Sterker nog, er gaan alleen maar nog meer mensen volgens mij dood neervallen door al die fijne prikjes. Dat gebeurt trouwens al, hè. Even kijken. Oh ja, oh, is het heel lelijk wat ik hier heb staan. Ik zeg, ja, zo kun je ook kwetsbaren beschermen, inderdaad. Onder de grond of in de hemel.
Nee, en met die bescherming zal op den duur... Oh, op den duur heb ik hier staan. Duurt te lang. Je staat hier al een tijdje. Nee, de laatste keer het spijt me. Duurt te lang. Ja, Hugo, het duurt gewoon veel te lang. Wat ga je dan nou te kwatsen, man? Maar het maakt niet uit. Nee, zegt hij. De ziekte, de sterfte en de druk op de zorg zullen dan afnemen. En toen dacht ik, nee, niet dus. Want er gaan alleen maar bijwerkingen komen van al die vaccinaties. Dat gebeurt namelijk al. En die zijn vrij ernstig, voor wat ik zo zie. Nee, zegt hij, en daarmee neemt ook de noodzaak van de maatregelen af. En toen dacht ik, oh, dus je kan je eigen knikkers, je vrijheid en zo, en je rechten terugkrijgen voor een vaccinatiestempel. Hé, Hugo, no deal. Dus, tweede spoor van Hugo's mooie plan en zijn routekaart, intensiever testen. Oh jongen, die testen, dat is zeker weten zo'n goede handel. Waarvan het eerste doel is opsporen en bestrijden van het virus. Steeds grootschaliger. Ook mensen zonder klachten. En toen dacht ik, mensen testen zonder klachten. Volgens mij is dat toch een beetje hetzelfde als zwangerschapstesten doen bij mensen die geen seks hebben. Of SOA-testen. Lijkt me vrij zinloos. Echt zonde van de test. Want ja, eigenlijk weet je al wat eruit komt. Ja. Alleen die zwangerschapstesten en zo, die werken wel. Die PCR-testen niet, hè. Het tweede doel van zijn route, kaart, spoor, whatever. Als de cijfers het toelaten, is gecontroleerd openlaten van delen van de samenleving die anders gesloten zouden blijven. Is dat een voorspelling of een waarschuwing, Hugo? Nee, zegt hij dus, door meer en regelmatig sneltesten in het onderwijs. Leraren en kinderopvangmedewerkers krijgen voorrang. Jee, ben jij even blij dat je daar werkt? Not. En de ondernemers ook door die te laten testen, zodat ze veilig kunnen werken. Veilig werken mogelijk te maken. Toen dacht ik, dat werken was altijd al veilig, toch? En als het niet veilig is, ja, dan zetten mensen een helm op, maar niet een test. Wat een onzin. Maar zegt hij ook vooraf testen of we veilig naar een voetbalstadion kunnen. Nou, ik denk dat dat vooral afhangt van de club die speelt. En van de hooligans. En hoe die zich gedragen. Nee, en of we naar een theater of een concert kunnen veilig. Nou, dat hangt een beetje van de band af. Of het veilig is voor je horen en je ziel. Oké, en de derde spoor, geloof ik, van Hugo's plannetje. En dat was de meest hoopgevende weg uit de crisis, is vaccineren. En toen dacht ik, nou, ik denk dat het Hugo vooral veel een hoop centjes geeft. Hoopgevend. Nee, ja, zegt hij, als we allemaal tegen het coronavirus beschermd zijn, oh god, kan het leven eindelijk weer zijn gang gaan. Nee, Hugo, ga nou even naar Midas luisteren. Het leven gaat sowieso zijn gang. Virussen zijn het leven en die moet je hun gang laten gaan. Daar doe je namelijk helemaal niks aan. Niet met maskertjes, niet met snotlapjes, niet met handen wassen. Midas legt het allemaal uit. Luister naar die guy. Hij zei het namelijk een jaartje of 10 geleden al. In een heel gewoon MSM-programma, by the way. Oké, wat zei hij verder? Ja, we zijn trager gestart, maar we lopen dat in. Van de 100.000 vaccinaties van deze week, geloof ik, hebben we de volgende week 250.000 gepland. Nou, ik hoop dat het niet doorgaat. Alle verpleeghuizen, de gehandicapten, de 85-plussers en het einde van de week de 80-plussers. En bij een kleine voorraad konden ze steeds meer mensen en sneller prikken. En zei hij, ja, dat is nodig. Want ja, dat is nodig, want de Engelse variant. En toen zei ik, that rhymes. Nou, dat rijmt helemaal niet voor mij. We moeten echt ophouden met deze onzin, jongens. En de snelheid hangt af van de levering. En ze moeten er rekening mee houden dat er tegenvallende leveringen kunnen zijn. En toen dacht ik, ja, vooral de kwaliteit gaat denk ik heel erg tegenvallen. Ja, zegt hij, maar het ziet er naar uit dat in het tweede kwartaal, hou je vast, tweede kwartaal, meer geleverd gaan worden. En dat we ook ergens in het tweede kwartaal alle kwetsbaren beschermd hebben. Tweede kwartaal, jongens, dit duurt allemaal nog even. Ja, zegt hij, en dat betekent veel minder mensen die door corona overlijden. Ja, dat klopt. Maar dat betekent ook veel meer mensen die waarschijnlijk door de bijwerkingen van het vaccin overlijden. En zegt hij, het betekent veel minder mensen met corona in de ziekenhuizen. Ja, dat zijn diezelfde mensen met die bijwerking die nog net niet doodgaan. Die komen dan in het ziekenhuis. Want hij deed dan net of dan de reguliere zorg weer beter zou en meer zou kunnen. Maar dat gaat niet zo zijn. Er komen alleen maar patiënten bij.
Ja, zegt hij later nog, er zijn even zoveel mensen die lijden aan de maatregelen als mensen die lijden aan de gevolgen van corona. Oh my god. En dan gaan we dus dat hele land en de hele economie voor naar de knoppen maken. Nou, dat lijkt me dan 50-50. Ik kies voor die andere helft dan. Yo, I'll take the risk. Nee, zegt hij, de snelste weg naar minder maatregelen is door ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen gevaccineerd zijn. En toen dacht ik, maar als het alleen maar om die groep gaat, dan kan je die ook afzonderen tijdelijk. Dat had je dan al lang kunnen doen. En dan had de rest van het leven gewoon door kunnen gaan. En dan hadden die mensen extra bescherming en extra zorg kunnen hebben. Als het werkelijk zo in elkaar zit. Dat had dus al lang gekund. En toen zei hij dus, als al die kwetsbare mensen gevaccineerd zijn. En dat duurt weliswaar nog even. Heb je even voor mij? Nee, ik heb niet meer even voor jou. We zijn er allemaal nu klaar mee. Het duurt namelijk al een jaar. En het heeft nog helemaal geen ene fuck opgeleverd, behalve schade. Dus het is tijd om te stoppen met al deze kuitmaatregelen. Nee, zegt hij, maar we kijken er allemaal rijkhalzend naar uit. Ja, rijkhalzend. Nou, Hugo, ik kijk er meer kokhalzend naar. Want ik word echt kotsmisselijk van dit hele beleid. En van al deze ellende die daar eigenlijk uit voortkomt. Ja, zegt hij, want we worden nu al bijna een jaar geraakt door een crisis die steeds meer een crisis in drieën wordt. Een zorgcrisis, een economische crisis en een sociaal-maatschappelijke crisis. Lekker de nadruk op crisis. Ja, want het is één grote crisis. Nou, ik vind jullie beleid vooral crisis. En ik vind jullie persconferenties vooral crisis. Dat is namelijk echt niet om aan te horen. Ja, zegt hij. En de derde crisis. Ja, net als de derde golf. Ja, alles was in drie. En het wordt steeds urgenter. Ja, zegt hij, want we zien meer en meer mensen met gevoelens van angst en stress. En overgewicht wordt een groeiend probleem. Ja, dat heb je met overgewicht, hè. Daar groei je van in de breedte. Die groei je namelijk helemaal dicht op de bank. Als je namelijk wel kan thuis bezorgen, maar niet mag sporten. En dat hebben jullie besloten. En ze zien ook steeds meer jongeren met psychische klachten. En steeds meer telefoontjes naar hulplijnen. Ja, dat vind ik echt heel ernstig. Hij zegt dan wel, op lokaal niveau gebeurt er al enorm veel om eenzaamheid en psychische problemen voor te blijven. Nou, dat is dus niet waar. Er zitten heel veel mensen te vereenzamen. Want ja, nu mag je ook 's avonds geen bezoek meer. Dus het is echt niet waar wat je zegt. Die eenzaamheid, die creëren jullie, hè. Met jullie plannetjes. Nee, zegt hij, we proberen vanuit de Rijksoverheid op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Toen dacht ik, ja, letterlijk, jullie ondersteunen alles wat tot deze ellende leidt. En tot die eenzaamheid en die psychische problemen, dat ondersteunen jullie. En daar krijgen jullie echt wel een keer de rekening van gepresenteerd, hoor. Echt waar. Daar zijn al een heleboel mensen mee bezig. Want het recht gaat zegevieren en de waarheid gaat echt bovenkomen. Reken daar maar op. Ja, zegt hij ook, en dat zullen we blijven doen met alle beschikbare middelen. Ja, dat is ons duidelijk, ja. Jeetje, man. En als je dan zogenaamd echt zo geeft om die psychische klachten, waarom zijn ook allerlei behandelaren dicht, behalve hele reguliere. Mensen hebben aan behoefte aan van alles, hè. Maar dat mag allemaal niet. Nee, je mag ook niet meer naar een masseur. Nou, dat kan echt heel goed werken, hoor, tegen de stress. Ja, zegt hij, want we krijgen corona alleen samen onder controle als we elkaar blijven helpen. En er is altijd hulp. Nou ja, ik hoop dat jullie straks hele goede hulp krijgen. Want dat wordt nog pittig. Als jullie, net als de toeslagenaffaire, ter verantwoording worden geroepen voor deze crime against humanity. Nee, er was altijd hulp via de huisarts en de vertrouwenspersoon op school. Toen dacht ik, op school, maar ze gaan niet naar school. Maar die kan je misschien ook bellen. En toen dacht ik, nee jongen, mensen willen samen zijn, lul. Sorry, ik ga nu toch even schelden. Mag het even een keertje? Want mensen willen gewoon leven en feesten en dansen en knuffelen en elkaar ontmoeten en zingen en sporten. Dat is wat we willen. Ja, zegt hij, en we kunnen elkaar de hand toesteken. Nee, dat kunnen we dus niet. En toen dacht ik, weet je wat, laten we dat vooral letterlijk weer gaan doen. Mekaar de hand toesteken, mekaar aanraken. Dat is niet alleen fijn, dat is ook nog heel belangrijk voor je immuunsysteem en voor je gezondheid. Want als je in aanraking komt met alles wat er bij anderen leeft aan bacteriën, word jij daar sterker van. Dus laten we dat gaan doen. Hand in hand. Echt, serieus. Wat is het ook weer? Hand in hand, kameraden. Of is dat van, nee, dat is van een voetbalclub, hè? Ik weet niet eens van welke. Nee. Ik heb geen voorkeur. Ik ben niet van de voetballer. Maar nu wel. Nu zou ik denken, oh ja, ik heb echt zin in een voetbalwedstrijd. Zo erg is de crisis dat ik zin krijg in een voetbalwedstrijd. Even kijken, wat zegt hij? Ja, en een ander meevragen voor een ommetje. En toen dacht ik, nee, dat mag allemaal niet. En dat mag 's avonds niet. En die mensen moeten overdag werken. Wanneer gaan ze dat dan doen, Hugo?
Ja, wat vaker de telefoon pakken. Nee, want dan zit je weer de hele dag binnen. Mensen moeten lekker naar buiten. En toen zei hij, het zijn vaak de kleine dingen die de dag van een ander kleur kunnen geven. Laten we dat vooral niet vergeten. En toen dacht ik, ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik dacht meer, wat heb ik hier nou staan? Oh ja, ik had een veel ander advies. Ik dacht, nee, weet je wat belangrijk is? Dat we lekker naar buiten gaan, dat we lekker dingen gaan doen. En dat we inderdaad gaan dansen en gaan zingen en gaan schreeuwen. Dat we al onze frustraties eruit schreeuwen. Bij voorkeur op het binnenhof als je het mij vraagt. En weet je wat ook heel belangrijk is? Is dat we iedereen weer in de ogen gaan kijken. En in hun ziel gaan kijken. En om te kijken hoe het met ze is. En of ze nog bij hun hart zijn. En of het wel goed met ze gaat. En daar wil ik mee afsluiten, lieve mensen. Echt, blijf elkaar diep in de ogen kijken. En hou elkaar in de gaten. Maar ga leven. Mwah.